Het Nationaal Vervoerbedrijf NVB heeft vandaag twee nieuwe busroutes voor het Matawai-gebied in gebruik genomen. Het gaat om de busroutes Paramaribo-Pusugrunu en Paramaribo-Nieuw-Jacob-Kondre. De lancering vond vanmorgen plaats bij het districtscommissariaat Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat. Deze busroutes van de NVB zullen twee keer per week worden onderhouden en de kosten per rit zijn 200 SRD. De lancering van de busroutes is volgens districtscommissaris Walter Bonjaski van Boven Saramaka en Gramang der Matawai, Leslie Valentijn, een historisch moment voor het gebied. Beide wijzen erop dat het gebied jarenlang openbaar vervoer moest ontberen, waardoor mensen duizenden SRD moesten neertellen voor de taxi naar de stad. Omdat een auto bij hei, een auto bij biggie, maar ik denk dat dit is, hoe kan je wat je verlichting? In een libif de matawaisma. Dan met mijn kader toe, na voor jou ondersteunen lek matawaisma, voor jeepi unu, voor lekta noutu voor unu. Want tou luku, u adabus, ma kader dala ko nomarei abus, u seide met kader dala ka bus nomarei, want te alen te kong, da was doing problem. Tak de pasino obo. Ma, na nga ondersteunen voor a regering, nanga de ministers, nanga VIP, te do president, mi denki taki efa bese rekba, de sa meke moiti fu yepu wanga apasi. Ade wa historisch moment, da Matawai. 2011, Dimitro Gramang, en abe de wa drif mi, fu ontsluit Matawai. En, nanga tussen kom voor Gralanti, voor alle de moeite zou ben meki, dat ben sitaki, ay waka. Abe de wat drein dat we ontsluit de dorpu, passi, wat if passi no de numarei bes godape. Da, a kost ten a moeite voor beka meka passi, en vandaag de pressie ontsluit. NVB-directeur Fariel Renfrum benadrukte dat het bedrijf er is om betaalbaar vervoer te brengen voor sociaal zwakkeren, te land en te water. Niet alleen Paramaribo en de districten in de kuststreken hebben recht op betaalbaar vervoer, maar ook de mensen in het verre binnenland. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme liet weten dat de overheid veel kritiek heeft gehad over het gebrek van openbaar vervoer in het gebied. Wij als NVB zetten ons keihard in om hiervoor te zorgen en identificeren elke keer nieuwe trajecten. En vandaag is het de beurt van de dorpen Pusugrunu en Nieuw-Jacob-Kondre. Dames en heren, het zat er al een tijdje in ons plan, maar vanwege de slechte wegen is het niet... was het een enorme uitdaging, maar nu is het, zijn de wegen wat beter en gaan we gelijk van start. Vorig jaar, toen we maar doen, hebben we niet graag in de besari. Dit jaar, we keur goed aan begroting. We hebben bijna niet schrijf naar Saar vanuit de TCT. Maar we hebben niet de regering. We moeten maar lukken, dus we moeten maar te voelen passen. En na een fasap historie te hebben ook toe. De wet transport, foto Seiwang, om luku ook toe aan binnenlandse. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat haar team enkele maanden geleden alle knelpunten van het Matawai-gebied heeft besproken met de vicepresident. Vicepresident Ronnie Brunswijk spreekt van een mooie ontwikkeling. En als we dus niet lang terug weer hier zijn, om te werken aan een van die knelpunten, daar ben ik super trots aan. En een van de knelpunten waarbij ze zelf hebben aangegeven om in Paramaribo te komen, zouden ze een bedrag van 8.000 of 9.000 moeten betalen, heen en terug. Alleen voor een gesprek met de vicepresident. En als we vandaag hier staan om 200 SRD te betalen per rit, dan is niemand blij. Zal niemand blijder zijn dan deze mevrouw die hier staat. Nou, boem ontwikkeling, hoe zei je? Na, om een jaar kaba, desma e actie voor Walland, die bus voor Gona, voor Pusugrunu en New York op Kondre.
Dit is nou af de zand die met taki. Dat wil bij je zanang. Maar is taki, zo lees je zeker. One piece voor konde ja zo. Abiwee na kleki, mooi katase. Vice-president Brunswijk zegt dat er nog meer gedaan moet worden om de gebieden in het binnenland tot ontwikkeling te brengen. Samen met de ministers van ROS en TCT is de VP vastberaden om dat zoveel mogelijk te doen. De bussen van de routes Paramaribo-Pusugrunu en Paramaribo-Nieuw-Jacob-Kondre zullen op de vrijdag en zondag rijden. Morgen is de eerste rit naar het Matawai-gebied. Vertrekpunt is aan de Indira Gandhi-weg tegenover de golfclub.